Een veld vol met keepers. Het is terug in de tijd voor Dani Senten. Vorig jaar probeerde start te maken met mijn vader, met pap. En toen hebben we 16 kinderen kunnen trekken. En ondanks alles wat gebeurd is, wil ik wel weer proberen het weer op benen te krijgen. En dat is aardig gelukt met vandaag 50 keepers die langs gaan komen en 4 profkeepers die op bezoek komen. Dus alleen maar goed. Stap in, Damien. 3, 2, 1, tijd zat. Keeper stond altijd centraal in de familie Senten. Dani, die deze week een contract tekende bij Top Os, wil zijn passie graag overbrengen volgens de methode die zijn vader heeft ontwikkeld. Dat je die jongens een mooie plezierige dag geeft, maar ook dat je aan het einde door hebt, ik heb ze ook wat geleerd. En dat ze met tevreden gevoel thuiskomen, en dan ben ik ook eigenlijk happy, om het zo te zeggen. Het is toch wel een emotionele dag voor de 20-jarige doelman. Zeker, want je hoort hier eigenlijk gewoon met je vader te staan. En die heeft het eigenlijk ook allemaal opgericht, de ABC. Toevallig is vandaag ook precies, er wordt straks nu eventjes herinnerd, een jaar geleden dat gebeurde, zeg maar. Dus dat is ook, was eigenlijk pure toeval, maar ook misschien wel niet. Dus dat is wel bijzonder. Maar ik hoop wel dat hij trots is, maar dat denk ik wel. Kijkt hij mee voor jouw gevoel? Dat denk ik wel, ja. En, als er iets niet goed gaat, dan zal hij laten merken. Maar hij heeft al voor goed weer gezorgd, als het goed is. Dus het komt helemaal goed. Keurig, jongen.